Club Ondersteboven. Met een paar mannen in de studio tijdens Club Ondersteboven. Ze zijn hier al jaren kind aan huis. Draaien over de hele wereld. Stonden tijdens het Amsterdam Dance Event nog heerlijk in een volle arena tijdens AMF. En ze zijn nu weer op de plek waar ze ooit ontdekt zijn. Vrienden en vriendinnen, Lucas en Steve. Hey. Goedenavond. Hallo. Ja, het scheelde niet veel. Jullie waren compleet te laat geweest. Het was, ik vond het zelf met de hakken over de sloot. Ik moet even naar de jury kijken. Ik was wel echt te laat. Echt zo is. Ik was wel te laat. Nou, vooruit, omdat jullie het zijn. Dankjewel. Ja. Hey, hoe is het, mannen? Goed. Ja, ga lekker, ga lekker. Nou ja, we komen dus net vers uit de studio. We hadden een schrijfsessie. Dus aan nieuwe muziek werken. En dat gaat dan over vocalen schrijven, akkoorden verzinnen, melodieën bedenken. En in dat proces zaten we verwikkeld. De hele dag. Ja. En toen dachten we... Hey, jij bent volgens mij een beetje uitgeteld naar zo'n dag. En Steven die komt hier binnen als een stuiterbal. Heb je deze gehoord? Heb je dat gehoord? Ik heb het helemaal gemaakt. Ja, nou, wij heeft in de studio alleen maar geslapen. Dat is erg vroeg. Nee, maar het was wel een leuke dag. Ja, zeker. Het was een goeie. Ja, zeker. Hey, gezellig, jongens. We gaan straks natuurlijk even genieten van jullie DJ-set. Ja. Maar laten we eens even beginnen met het ontzettende rad wat achter jullie staat. Want daar hebben wij iets nieuws voor bedacht. Bekende koppen, vragenrad. Ja, het werkt heel erg simpel. Je ziet een aantal bekende koppen. Omschrijven, wie zie je allemaal? Ik zie Firebeat. Frans Bauer zie ik tussen. Ik het Simon. Nee. John West. Blasterjacks, Headhunters. Ik zie Tony Junior. Ik zie Looney Tunes. Ja. Eigenlijk Mike Williams. Ik zie eigenlijk wel een aantal bekenden van ons gaan. Ja, daarom hebben jullie er ook niet tussen gezet. Nee, het werkt niet bekend genoeg niet. Ga lekker, geef het ding een slinger. En dan gaan we even kijken waar die opkomt. En dan mogen jullie kiezen of jullie een makkelijke of een moeilijke vraag willen van diegene. Oh ja. Wil jij eerst? Of ik, ja, ik wil wel een pokervraag. Ja? Je kan het beste linksom draaien, want rechtsom stort hij waarschijnlijk in elkaar. Oké, okay, ja. Rechtsom toch? Linksom. Lekkere slinger. Dat geluid is ook zo lekker. Ja, top, top hè. En het is... Ja, is dat Mike Williams? Ja, het is Mike... Willen we een Mike Willy Toons gewoon? Zeg maar. Makkelijk of moeilijk? Doe maar een moeilijke. Ik wil wel gewoon een moeilijke, ja. Yo, Mike Williams hier en hier komt een moeilijke vraag. Wat vind je mooi aan jezelf? Oeh. Ja, wow. Daar gaan jullie. Wat is dit voor kut vraag? Straks Mike even. Nee, ik vind persoonlijk dat ik echt waanzinnig mooie ogen heb. Dus ik weet dat ik daar maar voor moet kiezen. Ja, laat ze zien. Iedereen, ja, kijk even goed in de camera. Ja, die zijn TV. Wel, ja, die zijn wel echt waanzinnig mooi. Deze zo? Oh ja, top. Yes. Nee, overdrijf niet. Dat is echt waanzinnig. Dankjewel, Steve. Ik ben ook blij dat Mike dit vraagt. Dat ik eindelijk mee naar buiten kan. Ik heb over het algemeen, als ik meer sport, een goed figuur. Denk ik. Heb jij een sixpack? Nee. Dus had ik. Dit is wel heel hypothetisch wat jullie stelden. Ja, nee, niet anders kan ik niet verzinnen, joh. Geef een ding nog een slinger. Nee, verder ben ik over het algemeen... Ik ben best tevreden met mijn uiterlijk. Ja. Dat mag ook wel. Dankjewel, Lucas. Alsjeblieft, Steven. Ja, zijn we klaar? Tot de duifjes. Get a room. Steven, ik heb jij dat ding eens in het slinger. Oh, ja. Is dat heerlijke glijding? Ja. Het is... Oh. Blasterjacks. Blasterjacks, sowieso. Blasterjacks. Makkelijk of moeilijk? Ja, moeilijk. Moeilijk, ja joh. Blasterjacks hier en hier komt een moeilijke vraag. Wanneer heb je voor het laatst ruzie gehad en waar ging het over? Oeh, dat vind ik wel een goeie. Wanneer heb je voor het laatst ruzie gehad en waar ging het over? Niet vandaag toevallig? Nou, ik speel potje FIFA. En we moesten... Ja, ik word je vaker boos, hè? Ja, maar dat komt omdat ik ben er niet heel goed in. Nee, en de laatste keer dat ik ruzie had was met mijn neefje en met mijn broer. Omdat ik de bal niet afgaf. Wij doen dan draften met z'n drieën tegen iemand. Maar toen was ik niet heel goed bezig. Oh. Ja, dat is de enige ruzie die ik me een beetje kan... Is er een controller gesneuveld ook, of niet? Ja, die worden regelmatig al... Hoe vaak sta je bij de Intertoys? Ik denk dat ik serieus dit jaar wel al 3-4 nieuwe controles heb. Ja. Maar ja, dat... Boede. Ja, heb je soms met FIFA. Ja, heel normaal. Jij dan, Lucas? Wanneer ben je voor de laatste... Je hebt een vriendin, hè? Ben je daar niet nog boos op geweest? Nee, vreemd genoeg niet. Nee, maar ik heb wel afgelopen weekend, was ik met haar, daar moet ik nu aan denken. Het was niet echt een uit de hand gelopen verkeersruzie, maar het had niet veel geschild. Want we waren in Parijs afgelopen weekend. Weekendje vrij moest gevierd worden, naar Parijs toe gegaan. En toen was er een Française, zoals dat zo mooi heet. En die was aan het appen achter het stuur.
En reed dat hoor echt, nou, het scheelde niks, maar bijna een deuk in mijn auto. En ik heb hem nog niet zo lang, het is nooit leuk als er een deuk ingereden wordt. Nee. Maar als je hem net hebt en het scheelt zo weinig, nou, ik heb lopen toeteren en tieren en vloeken. Ben je uitgestapt? Ik ben niet uitgestapt. Nee, zo ben je niet, dat ga je niet doen. Hebben jullie wel eens ruzie met elkaar gehad? Nee. Echt ruzie eigenlijk niet. Kom, nee. Nee, ja, ze, het daar wordt dus tijd maar. Voor. Kunnen we niet met z'n stilte vanavond op komen wij ook een keer een boulevard. Nee, maar, ja. Heerlijk, ja. Nee, maar we hebben eigenlijk oprecht nooit ruzie. We hebben wel eens discussies, maar dat is meer omdat wij vinden dat... ja, iedereen heeft met muziek natuurlijk een beetje zijn eigen mening. Mm-hmm. Maar we hebben nooit echt ruzie gehad. Eigenlijk best wel heavy, na 7 jaar. Nou. Dus jullie zitten echt elke dag gewoon bij elkaar, of de hele dag op elkaars lip. En geen één keer ruzie. Dat is gewoon beter dan een gemiddelde relatie eigenlijk. Ja, ze hebben ook een soort van relatie. Ja, dat moet je heel serieus nemen. Hey, maar bel even als de eerste ruzie heeft plaatsgevonden. Ja, dat vind ik leuk om te horen. Hey, we gaan even een vraag voor de luisteraar doen. Dus jullie mogen even aan het rad gaan draaien. Dan gaan we kijken op welke artiest die komt. Mogen jullie zeggen of het een makkelijke of moeilijke vraag moet worden. En dan gaan we die aan onze luisteraar voorleggen. Ik ben. Geen vet bekende koppenvragenrad, een slinger. Hoppakee. Een goeie, toch? Dat was een goeie. Dat is een beste slinger, ja. Het is... Headhunters. Headhunters. Zeg maar, voor de luisteraar, een makkelijke of een moeilijke vraag van Headhunters. Nee, moeilijk natuurlijk. Ja, gewoon moeilijk ook moeilijk gewoon. Tuurlijk. Hey, dit is Looney Tunes. Oh, paniek. Even kijken hoor. Een moeilijke vraag. Wie is jouw grootste concurrent? Dat is een hele moeilijke vraag voor een luisteraar natuurlijk. Ja, dat is best wel lastig. Maar wie is eigenlijk... Heb je een andere? Want het is natuurlijk niet echt een vraag van de luisteraar. Wacht, ik ga even naar de map met... het zijn 190 bestanden. Dus het is je snapt hoe ik hier zit te strijden. Maar in de tussentijd dat jij lekker gaat zoeken... Wie is eigenlijk jullie grootste concurrent? Nee, deze was voor de luisteraar. Ja, wacht. Dit is een goede vraag van Headhunters. Een moeilijke vraag van Headhunters voor de luisteraar. Komen jullie goed vanaf. Headhunters is hier. Hier komt een moeilijke vraag. Waar heb je spijt van? Oeh. Ja, die is wel nice. Dat vind ik een hele goede. Waar heb je spijt van? Laat het me even weten aan ons en aan Lucas en Steve. Je kan een bericht sturen via de Slam app of via een berichtje via Instagram. Daar kun je ons berichten op Club Ons te Boven. Heb jij wel eens spijt van dingen, Tom? Ja, dat ik jullie heb uitgenodigd. Oh, man. Laatste keer dat we komen! Ik had ze beoefend, denk ik.